Hallo, ik ga je in dit filmpje laten zien hoe je een mini-behandeling thuis kunt doen om je huid nog mooier en stralender te maken. Je krijgt van ons alle producten in een mooi doosje geleverd, zodat je er zelf mee aan de slag kan. Deze revitaliserende behandeling kan toegepast worden op gezicht, hals en decolleté, op de handen. Deze behandeling is geschikt voor alle huidtypen. We beginnen met het reinigen van onze huid. Een milling waarmee we onze huid heel intensief schoonmaken. Hij is heerlijk zacht, geschikt voor de gevoelige huid. En je mag er ook de ogen mee schoonmaken. Zo. Nu brengen we met twee watjes fase 1 aan, de skin clean. We doen de skin clean helemaal op de watjes, tot ze helemaal mooi doordringd zijn. Met de watjes gaan we heel goed over onze huid. De lotion ruikt heel sterk. Het zorgt ervoor dat onze huid week wordt, waardoor de producten die we dadelijk gaan aanbrengen nog beter worden opgenomen. Goed wrijven, alle hoekjes meenemen. En met fase 2. Dit is een retinolampul wat je zo meteen gaat openbreken op het witte stipje. Dat zit hier. Ik doe het altijd even met een tissue. Zo. We brengen de inhoud van de ampul aan op onze hand. Dan gaan we de inhoud lekker inmasseren op het gezicht. De hals en decolleté. Met het retinolampul gaan we peelen van binnenuit. We gaan de celvernieuwing stimuleren. Het verbetert de elasticiteit, textuur en vitaliteit van de huid. De multipeel brengen we aan na het ampul. Met de multipeel gaan we peelen vanaf de buitenkant. We gaan de dode huidcellen verwijderen. We brengen gelijkmatig de inhoud van de peeling aan op het gezicht. Hals, decolleté. En gaan de peeling inmasseren. Denk eraan bij alle overtollige producten wat je nog over hebt, neem je de handen mee, de bovenkant van de handen. Ook de peeling haal je af met een compres. We zien ondertussen al dat onze huid goed op bloed is. Het voelt super zacht aan door de dode huidcellen die er verwijderd zijn. Nou, we gaan verder met fase 4. De Lift AC. Dit is een vitamineboost met vitamine A, C en E. We gaan deze lotion inmasseren in de huid met wat massagegrepen. We brengen hem weer aan op het gezicht. Je mag hem zo aanbrengen. Je mag ook een beetje in je hand doen. En hem van daaruit aanbrengen als je wat fijner en makkelijker vindt. Dat kan ook. Dit product zorgt voor een stimulatie van de celactiviteit en aanmaak van collageen. En het vertraagt het verouderingsproces.
Er zit best veel in, dus lekker royaal smeren. Bovenkant van de handen weer even lekker meenemen. En lekker met wat massagegrepen in masseren tot het product helemaal is opgenomen in de huid. Het is echt wel een paar minuutjes. Super lekker voor een momentje voor jezelf. Doordat die dode huidcelletjes door de peeling verwijderd zijn, neemt dit product ook weer lekker snel op. Zo, dan hebben we hier het tubetje met het maskertje, hydraterend masker. Dan brengen we aan op de huid. Haal direct de vermoeidheid uit onze huid. Verfrist en verkoeld. Dit maskertje mag ongeveer 10 minuutjes even lekker blijven zitten. Zo, het maskertje heeft lekker 10 minuutjes kunnen intrekken in de huid. De huid heeft dit helemaal opgenomen, voel ik. De huid is ook wat rood, goed doorbloed. Is helemaal normaal. Het voelt bij mij ook een beetje warm. Maar dat komt ook echt lekker door die doorbloeding. Is helemaal normaal. We gaan het overtollige van het maskertje afnemen met een compressje. Gaan we starten met onze dag of als je de behandeling in de avond doet, nachtverzorging. Hier hebben we het Reboost serum. Het is een serum wat tegen de lijntjes in de huid werkt. Het verfijnt de poriën in ons gezicht. Egaliseert de textuur en de kleur. Lekker aanbrengen tot het weer opgenomen is. Dan hebben we hier de Eye Care Cream. Die gaan we aanbrengen rond de ogen. Een speldenknopje rond de ogen aanbrengen. Hydrateert de huid. Vermindert vochtwallen en verzacht zelfs ook irritaties. Dan hebben we hier de allerlaatste stap, de caviar finish. Deze gaan we aanbrengen als dag- of nachtverzorging op onze huid. Deze crème is rijk aan proteïne, lipide, mineralen. Caviar is een hele intensieve vochtbinder in onze huid. Lijntjes verminderen. En deze crème geeft onze huid een fluweelzacht uiterlijk. Onze handen nog meenemen. Zo, de behandeling is helemaal klaar. Als het goed is, heb je er lekker van genoten. En je huid is weer helemaal stralend voor de komende tijd. Ik hoop dat je het leuk vond. Doei!